We gaan het fietspad tussen rust en werk en bakkie te Komowene afmaken. Dit zegt Sebastian Bas Spek, die samen met zijn echtgenote Marcia Mormon eigenaar is van Plantage Bakkie. Het fietspad zal er zeker aan bijdragen dat meer mensen Museum Bakkie zullen bezoeken. Het Museum van Bakkie is afgelopen zondag heropend door First Lady Melissa Santoki. Het museum heeft een educatief karakter en moet het toerisme helpen bevorderen. Spek hoopt dat met dit museum meer aandacht zal worden besteed aan vooral Noord-Komowene. Toerisme is heel belangrijk voor dit gebied, omdat veel lokale mensen eraan verdienen, benadrukt Spek. Museum Bakkie is natuurlijk een plantagegeschiedenismuseum, waar ook de stukken uit Nederland zijn, die over Suriname zijn gemaakt, al honderden jaren oud eigenlijk. Dus boeken die in Nederland zijn gemaakt, boeken en prenten, die kan je bij ons allemaal zien. Wat willen jullie bereiken met zo'n museum? Wat we willen bereiken is dat er meer beweging komt in Noord-Komowene. We zijn een cluster gestart met 20 ondernemers in het gebied. Van Frederiksdorp, Rust en Werk, Margreta, Marienbos, Allianz, Katwijk. En we willen allemaal dat er meer bezoekers komen naar Noord-Komowene. En ook dat ze langer blijven. Als die mensen, meer mensen komen en langer blijven, verdienen de bootsmannen meer, verdienen de warungs meer, de gidsen meer, de taxis meer. We willen meer beweging en meer verdienen voor ons gebied. Spek zegt dat voor de Amerikaanse documentaire Enslaved van Samuel L. Jackson er ook is gefilmd in Komowene en wel bij de Warrapa-kreek. Op deze manier komt Suriname ook op de wereldkaart, zegt Spek. Bakkie begint de Warrapa-kreek. We doen ook die Warrapa-kreek-tours, helemaal tot de oceaan. En dan stop je dus in de Warrapa-kreek en dan zie je een oude verlaten stoommachine, ketels. Die waren ook net met die documentaire met Samuel L. Jackson in beeld geweest. Dus je kan nog heel veel meer zien. En we zijn ook bezig met een fietspad. Van rust en werk helemaal naar Bakkie. Ik denk dat het voor Suriname heel belangrijk is. In meer dan 180 landen wordt het uitgezonden. En de documentaire eindigt dat ze op de mooiste plekken in de wereld zijn geweest. En de mooiste plek vonden ze Suriname. Dus dat is heel, heel bijzonder. Dat was dus Sebastian Bas Spek. Hij is de eigenaar van Plantage Bakkie. Afgelopen zondag is het museum geopend en momenteel wordt gewerkt aan een fietspad dat de plantages van Komowene Noord met elkaar zal verbinden.